laten zien hoe ik deze look heb gemaakt. Een oogschaduwlook met paars, met geel en met roze. Zonder dat het lijkt dat je een blauw oog hebt. Ik heb hiervoor gebruikt het Sleek palette in Sparkle. En een MAC losse oogschaduw in Vile Violet. Ja, ik hoop dat jullie deze look mooi vinden. Ik droeg zoiets soortgelijks in mijn video waarin ik aankondigde dat de Dutch YouTube Gathering was. En ik heb het ongeveer nagemaakt. Niet helemaal, omdat de kleuren uit het Sleek palette onwijs moeilijk zijn om te blenden. Echt, er is haast geen beginnen aan. Daarom ook dat ik één MAC oogschaduw heb gebruikt. Maar ik heb hem alsnog enigszins nagemaakt. En ja, ik ga nu laten zien hoe ik het heb gedaan. Ik wens je heel veel plezier. Nou, we beginnen zoals gewoonlijk met een oogschaduwbasis. Ik gebruik de eyeshadow base van Michael Todd. Ik krijg best veel vragen over een review hiervan. Ik volg nog. Nou, oogschaduwbasis dus, zodat je oogschaduw mooi blijft zitten de hele dag door. En dat de kleuren meer intens zijn. Vervolgens gaan we aan de slag met het Sleek palette in Sparkle 5, 6, 9. Dit palette is super mooi. De kleuren zijn heel mooi. Ik heb hem al eerder laten zien. Maar ze zijn wel heel moeilijk om te gebruiken. Voor alle donkere kleuren krijg je niet te blenden. Dus donkere kleuren uit de palet ga ik met mate gebruiken. En de lichte kleuren gebruik ik meer. Ik begin dan met deze gele kleur. En deze breng ik in de binnenste ooghoek aan. En ook onder mijn oog. Er komt heel veel poeder op, dus tik hem altijd goed even af. Nou, nu pakken we de grijze kleur die daarnaast zit. Deze. En die brengen we met een grote oogschaduwkwast op een stuk na je oog, hier in het midden aan en onder je oog. Dan heb ik het makkelijkste gedeelte gehad. Vervolgens pak ik een hele felle roze. Deze. Die roze. En die gaat naast de grijs in de buitenkant van je oog. Niet onder, alleen het bovenste gedeelte. En doe dit heel voorzichtig, want de kleur geeft heel veel. Er komt heel veel kleur af. Heel veel poeder. Dus stik hem goed af en breng hem voorzichtig aan. Over de grijs heen. Dan pakken we nog een keer de geel. En dan gaan we daarmee ook een beetje over de grijs heen. Dat je er echt nog maar heel weinig van ziet. Zo. Dan, het ziet er nu nog heel slordig uit. Pakken we een crease kwast, zoals ik altijd noem. Kwast met een puntje. Je kunt ook een andere kwast gebruiken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de oogschaduws. Je kunt ook gewoon je eigen oogschaduws gebruiken in ongeveer dezelfde kleuren. Ja, wat je maar net mooi vindt. En nu gebruik ik een andere oogschaduw, niet uit het Sleek palette. Dit is Vile Violet van MAC en dit is een matte paars. En die breng ik in de arcadeboog aan. En die zorg ik dat de kleuren mooi aansluiten. En dan begin ik hier. En dan omhoog. Dan geef ik iets meer power eraan door deze paars uit de paletten in de arcadeboog aan te brengen. Nou, dit ga ik doen met een liner kwastje, omdat met andere kwasten brengt het gewoon niet fijn aan je kant. Je krijgt hem daarna ook niet goed meer geblend. En dat werkt dan toch het beste, omdat je hem gelijk heel dun aanbrengt. Dit liner kwastje in de paars. En dan over de gewone paars heen. En die blend je vervolgens als je mooi naar binnen toe de lijn hebt gezet.
Dan pak je nog een keer die roze kleur die je nog over het roze wat er al zat aanbrengt. En ook een beetje over de paars. En dan zo naar binnen toe eroverheen. Dan knalt het er veel meer uit. Vervolgens blenden we nog wat meer. En pakken we nog een keer die geel. We zijn klaar met de oogschaduw. En nu brengen we nog eyeliner en mascara aan om de look af te maken. Ik gebruik mijn Fluid Line van MAC, Glitz & Glitz. En die breng ik aan met een linerkorstje. En best wel dik. En dan maak ik die straks af met mascara. Boven en onder. Eyeliner aangebracht. En nu doe ik mascara. De Fiberlash Volume XX van Michael Todd. Een laagje boven en onder. Nou, dit was de video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Alle producten die ik heb gebruikt, daar staat een lijst van op mijn website. Verakamila.nl, dus kijk jij ook zeker even. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En natuurlijk, zoals altijd, requests voor een volgend filmpje of een volgende look. Zijn natuurlijk van harte welkom. Laat me weten wat je van deze look vond. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!